In deze video wil ik aan de hand van 5 punten laten zien waarom als jij jong bent, zeg maar jonger dan 25, je juist dan meer risico kan en moet nemen om miljonair of in ieder geval vermogend te worden. Dus ben jij jonger dan 25 jaar en wil je later vermogen opbouwen, dan is dit echt een video voor jou om te gaan kijken. Mocht je nou al iets ouder zijn, dan zijn er nog steeds dingen die je kunt leren uit deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En in deze video wil ik dus juist mijn jonge kijkers, waar een groot gedeelte van mijn kijkers uit bestaat, motiveren om stappen te ondernemen en risico te gaan nemen als je juist vermogen en dus geld wilt verdienen op de lange termijn. Ik ga dit doen aan de hand van 5 punten die ik ga behandelen. En we beginnen natuurlijk met het eerste punt, samengestelde interest. Dit is een punt, een onderwerp dat ik al vaker heb behandeld. En juist omdat het zo belangrijk is, zeker als je jonger bent. Want samengestelde interest is eigenlijk rente op rente. En hoe langer je daarmee bezig bent op de lange termijn, dus hoe meer geld het oplevert. Heel simpel gezegd is, stel je krijgt 10% rendement ergens op. En je hebt 1000 euro ergens in staan. Dan is 10% van 1000 euro is 100 euro. Maar groeit dit nou uit naar 100.000 euro... en pak je daar 10% op, heb je dus al over 10.000 euro. Als je dus gaat investeren voor de lange termijn en je begint op je 18e met elke maand zeg maar 200 euro te investeren, iets wat ik aanraad omdat dat een reëel bedrag is lijkt mij, dan als je dan doorgaat tot aan met je 68ste, met je pensioenleeftijd, zeg maar 50 jaar, dan kun je dus meer dan 1 miljoen euro bij elkaar verdienen op die manier. En juist in de laatste jaren, omdat dan het rendement gewoon telkens over een groot bedrag gaat, zal het in grote stappen toenemen. En daarom is het zo'n belangrijk onderwerp. Nou, wil je hier meer over weten, kijk dan in deze video die ik hier link. Daar heb ik het een keer uitgebreid behandeld. Maar dan gaan we nu verder met het tweede punt. Het tweede punt is ook weer een groot voordeel waarom je juist meer risico kan en moet nemen als je jong bent. Is omdat je nog geen verplichtingen hebt waarschijnlijk. Natuurlijk heb je al wel een paar verplichtingen, maar nog niet zoveel als over 10 jaar. Kijk je nou bijvoorbeeld, zit je nog op school, dan heb je natuurlijk je verplichting om naar school te gaan, maar je hebt vaak veel vrije tijd. Misschien ben je bijna klaar met school en kun je het zo gaan doen dat je een baan zoekt waarbij je parttime werkt. Ik noem maar iets 20, 30 uur. En de rest van de tijd kun je voor jezelf gaan kijken wat je wil gaan doen. Je kunt dingen gaan ontdekken die jij leuk vindt. En juist meer risico nemen omdat je dus geen verplichting hebt. Verplichtingen zoals misschien heb je een eigen huis waar veel kosten aan zitten. Misschien heb je een vriendin, kinderen. Dingen waar je weer rekening mee moet houden. En dus kun je niet zeggen van oh, volgende maand heb ik misschien geen inkomen. Nou, als je kinderen hebt dan is dat gewoon niet verantwoord, zeg maar. Maar als je nog thuis woont op dit moment en het enige onkosten die je hebt is misschien je mobiele telefoon, een avondje in de week op stap of zo, dan heb je eigenlijk dus weinig vaste lasten. En heb je dus juist als je inkomen gaat verdienen, kun je heel veel geld overhouden. Geld dat je dus op een andere manier kunt investeren. En juist dus omdat je geen verplichting hebt, ben je nu flexibel om dus stappen te nemen die andere mensen niet kunnen nemen. Of die je zelf niet kan nemen over 5 jaar. Als je dus in een andere situatie zit. Dus profiteer van de situatie waarin je nu zit. Ook al denk je nog van ik woon thuis, noem het allemaal maar op. Juist kan dat kansen bieden om vermogen op te bouwen op de lange termijn. Dat heeft ook meteen weer te maken met het derde punt. Dat je juist meer risico kunt nemen. Ik zeg al in deze video neem meer risico. Maar het kan dus ook bijvoorbeeld met je investeringen. En dat heeft te maken met dat je weinig verplichtingen hebt. Stel je bent bijna klaar met school of je verdient al geld terwijl je naar school gaat. En je gaat dus elke maand 200 euro investeren voor de lange termijn. Maar misschien hou je nog wel geld eromheen over omdat je dus geen verplichtingen hebt. Misschien verdien je 600 euro in de maand en zou je dus misschien wel van die 400 euro die nog overblijft nog een keer 200 euro kunnen investeren. En dat doe je dan bijvoorbeeld niet in veilige dingen zoals indexfondsen, maar misschien in wat aandelen die wat meer risico met zich meenemen. Maar meer risico betekent vaak ook meer rendement. Denk hierbij aan Tesla, iets waar ik veel in investeer. Dit zie ik echt als een aandeel wat heel veel potentie heeft, maar ook veel risico. De ene dag gaat het 10% omhoog, de andere dag gaat het 10% omlaag. Maar dat maakt niet uit, omdat je het met geld doet, dat je toch nog extra over hebt, zou ik bijna zeggen. Dus in plaats van die standaard 200 euro in de maand investeren, heb jij de mogelijkheid, omdat je weinig verplichtingen hebt, om nog een keer 200 euro te investeren. En met die 200 euro zou je dus veel meer risico kunnen nemen. En bijvoorbeeld gaan kijken naar Tesla, maar je hebt wel meer aandelen die dus meer risico meenemen, maar dan ook meer rendement kunnen doen. En waarbij je echt kijkt naar een toekomst die een inschatting maakt en een beetje speculeert op de toekomst. En je zou ook gewoon kunnen zorgen dat je misschien wel voor 100% van het geld wat je hebt investeert in aandelen.
Dit is vaak als je jong bent een goede keuze, omdat je nog heel veel tijd hebt tot aan je pensioen. Maar naarmate je ouder wordt, wil je meer het risico eigenlijk beperken. En ga je dus zorgen dat je niet zoveel meer in aandelen zit, maar langzaamaan meer richting obligaties bijvoorbeeld gaat. Of vastgoed, dingen die wat zekerder zijn. En dan kun je dus zorgen dat je bijvoorbeeld als je jong bent, 18, noem maar iets, dat je gewoon voor 100% in aandelen zit. Maar ben je dan eigenlijk 40, 50, dan wil je gaan zorgen dat je een gedeelte van je aandelen om gaat zetten naar obligaties. Omdat je daarvan tevoren weet wat het rendement is. Daar heb je zekerheid. Het is wel minder rendement, maar je hebt in ieder geval zekerheid. En zeker als je richting je pensioen gaat, dan wil je in de laatste jaren niet hebben dat je nog voor een groot gedeelte op de beurs zit, die net in dat jaar onderuit gaat. En dat je 40% weg ziet gaan van je waarde. Maar dan ga je dus steeds over, misschien wel in de laatste jaren, dat je 80% obligaties doet. Ik noem maar iets. Dan heb je in ieder geval de 20% die nog risico loopt, maar 80% is eigenlijk al zeker. Dus omdat je jong bent, hoef je daar nog geen rekening mee te houden. Dat is echt nog 40, 50 jaar vooruitkijken. Op dit moment kun jij gewoon voor 100% in aandelen zitten, meer risico nemen en dus ook meer rendement maken. Het vierde punt heeft ermee te maken dat je nog vol met ideeën zit waarschijnlijk. Je hebt nog veel dingen die je wil gaan doen, dingen die je wil ontdekken. Je bent nog niet zo helemaal in een hokje geduwd van vanwege je werk, je kinderen, dingen die je hebt, verplichtingen vaak. Maar je bent nog vrij en je kunt dus dingen doen die je graag wil. Je kunt dingen ontdekken, je kunt ideeën die je hebt misschien nog al uitwerken. Je bent nog steeds vaak op de hoogte van de laatste technologie bijvoorbeeld. En iets heel belangrijks in deze tijd van, waarin we leven, zeg maar. Je bent volop op de hoogte van Instagram, Facebook, YouTube. Dat soort dingen kun je natuurlijk in je vrije tijd volop benutten om iets op te bouwen. Net zoals ik een YouTube kanaal. Zorg dat je iets te vertellen hebt, dat je kennis die je hebt deelt. Misschien heb je een interesse, het hoeft niet financieel te zijn, maar ergens anders over. En kun je anderen daarover vertellen. Zorg dat je iets opbouwt. Zorg dat je daar je tijd in investeert. Tijd die je waarschijnlijk als scholier bijvoorbeeld toch wel hebt. In plaats van dat je uren zit te gamen, doe dat een uur en ga de rest van de tijd iets maken waar je een passief inkomen uit kunt verdienen, dus op lange termijn. En het hoeft niet veel geld te kosten, zelfs zoiets als dit. Dit kun je gewoon zelf doen, maar het is wel een hele goede investering voor de lange termijn. En het laatste punt in deze video is ook een belangrijk punt. Dat is durf anders te zijn. Nou wil ik niet gaan motiveren dat je per se anders moet gaan zijn dan de anderen. Maar kijk eens welke opties je hebt. Ga eens voor jezelf na. Zou ik dit kunnen? Zou ik dit durven? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen misschien hiervan? Maar durf anders te zijn dan de rest. Als eerste voorbeeld zou ik zeggen, wat nou als je na de middelbare school niet gaat studeren op HBO? Ik heb dat wel gedaan, HBO. Maar achteraf denk ik, ik doe er uiteindelijk niks mee. Ik heb er vast wel iets indirect geleerd, maar ik doe er dus niks mee. Wat nou als ik in die tijd gewoon was gaan werken? Wat had het me dan opgeleverd? Het geld dat ik dan had verdiend, al een gedeelte had geïnvesteerd bijvoorbeeld. Welke ervaring had ik opgedaan in het werk dat ik deed? Of wat had ik kunnen doen in de vrije tijd die ik naast mijn werk deed? Bijvoorbeeld omdat ik parttime zou gaan werken, omdat ik nog thuis woonde. En nu heb ik juist een studieschuld opgebouwd. Dus begin ik eigenlijk met een achterstand. En begin ik zeg maar 6 jaar later, ik noem maar iets. Omdat ik ook nog een keer ben blijven zitten op de HBO. Dus reken dat dus voor jezelf uit. Heb je wel zin om te gaan studeren? En wat is het verschil nou op de lange termijn? Als je dus eerst gaat studeren en dus misschien wel een studieschuld opbouwt, maar later iets meer gaat verdienen. Of dat je op dit moment meteen gaat werken en misschien nog iets gaat investeren. Wat levert dat op de lange termijn op? En ga dat eens vergelijken met elkaar, zou ik zeggen. Als ik terugkijk naar mijn eigen situatie, als ik dat misschien 10 jaar had tien jaar geleden ook had gedaan, had ik misschien heel andere beslissingen genomen, denk ik nu. Een andere manier om anders te zijn dan de rest, of in ieder geval een groot gedeelte, is bijvoorbeeld na je school, middelbare school of na je HBO, misschien als je het toch af wil maken, om niet in loondienst te gaan, maar om voor jezelf te gaan beginnen, ZZP'er. Je hebt dan meer onzekerheid, maar met onzekerheid zit vaak ook meer groei. Je hebt meer kans om te groeien, laat ik het zo zeggen. Als je ergens gaat werken, dan kun je misschien in een functie omhoog gaan en daarmee iets verdienen. Je wordt jaarlijks iets in je salaris omhoog gegooid met 2-3%. Maar als je voor jezelf werkt, dan zou je kunnen zeggen dat dit jaar kan ik misschien wel 10% meer verdienen. Of als ik hard werk 25% of 50% meer verdienen. Dan kun je dus veel meer groei meemaken. En juist als je dus net begint, zoals gezegd, je hebt geen verplichtingen, je hebt de tijd, kun je zelf indelen misschien wel. Durf jij die stap te maken om ZZP'er te worden, in plaats van dat je je direct als in loondienst eigenlijk gaat en vrij beperkt bent. Dus ook weer iets om te overwegen. Ga je net zoals de rest van je klasgenoten, een groot gedeelte daarvan waarschijnlijk in loondienst, of durf je anders te zijn en voor jezelf te beginnen, je eigen idee uit te werken, nu een beetje onzekerheid te hebben, maar misschien op de lange termijn wel veel meer groeimogelijkheden hebben en dus veel meer vermogen op te kunnen bouwen. En als laatste ding om anders te zijn is, durf jij je nu al te gaan focussen op de toekomst? Iets waar je bij
waarschijnlijk al iets meer mee bezig bent aangezien je dit kanaal volgt. Maar de meeste mensen zijn vaak pas in zijn 30ste eigenlijk bezig met, oh ja, zal ik eens gaan nadenken over mijn toekomst? Ik heb nu misschien wel kinderen, ik heb wel een huis. Maar dan ben je vaak veel te beperkt in de keuzes die je nog kunt maken en ben je eigenlijk al vaak te laat begonnen. Maar als je nou nog 18 bent of 25, welke keuzes kun je nu maken door anders te zijn dan misschien je vrienden waarmee je omgaat, die dan een nieuwe auto kopen? Want ze hebben een mooie baan, ze wonen nog thuis, geld over, koop een leuke auto, ik ga op vakantie, ik koop de nieuwste iPhone, noem het allemaal op. Wat als je dat niet doet en dat geld bespaart en dat investeert? Durf je anders te zijn dan je vrienden en te gaan denken op de lange termijn? Ben je dan op dit moment ben je iets anders dan de rest? Kun je niet alles meedoen zoals hun het doen? Maar kijk eens over 20 jaar. Welke dingen kun jij dan doen die hun niet kunnen? Ook weer iets om over na te denken. Durf je anders te zijn? Is het iets wat bij je past? Kijk eens naar de voor- en nadelen, zou ik zeggen. Persoonlijk weer zoiets als ik dit 10 jaar geleden had gedaan. En dat is ook een reden dat ik dit YouTube-kanaal maak. Om zoveel mogelijk mensen te inspireren hierover. Om zo vroeg mogelijk te beginnen. Want ook al lijkt het maar 10 jaar later dat je begint. Het kan een enorm effect hebben op de lange termijn. Zoals gezegd, weer die samengestelde interest. Op de lange termijn kan dit beslissingen die je op jonge leeftijd maakt. Zoals een auto kopen. Later beginnen met investeren. Gewoon 100.000 euro's schelen op de lange termijn. Dan kun je misschien dus wel eerder met pensioen. Of als je met pensioen gaat, veel meer vermogen hebben. Dus weer een keuze van, denk eens na over wat je gaat doen. Durf je op de lange termijn te denken? Wat is het beste voor jou? En ik ben ook erg benieuwd wat jij gaat doen. Laat het in de reacties onder deze video weten. Wat vond je van deze video? Vond je het leuk? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat eens weten, heb je al keuzes gemaakt voor de lange termijn? Heb je al dingen zoals in deze video besproken waar je al rekening mee hebt gehouden? Of denk je aan dingen? Zit je nog met vragen? Stel ze dan ook in de reacties onder deze video's. Dan neem ik natuurlijk altijd mee in de volgende video. Kan ik een onderwerp van jullie behandelen of een vraag beantwoorden. En dan hoop ik jullie weer in de volgende video te zien.